Hallo, hier is Kingo, terug bij The Factory. En jongens, in deze episode gaan wij werken aan onze factory zelf en gaan we dat ding uitbreiden. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eerst redelijk wat te vertellen eigenlijk, redelijk wat. Dus laten we maar meteen beginnen met het, het misschien minste nieuws wat ik heb voor jullie. En dat is, of dat heeft te maken met dit gebeuren met onze Magical Crops. Want ik heb wel getest in mijn creative world over het farmen, het automatisch farmen van deze crops. Waar we dus, waar we dus alles gaan farmen en in ons ME system stoppen. En dan wordt er gecraft dat we alle assets in ons ME system hebben. Dat hele plan is helaas van de baan, jongens. Helaas van de baan, want blijkbaar omdat ik dus Magical Crops er zelf in heb gezet als een eigen mod. Dan support alle andere mods niet deze farm gebeuren. Oftewel... De automatische planter en harvester van voor mij was de Industrial Craft, als ik het goed heb. Die werken niet op deze Magical Crops in deze modpack. Dus dat is het probleem. Ik kan het dus niet automatiseren. Dat is dus het probleem. Maar het is niet super erg, want dan heb ik nog wat andere dingen te doen. En dan houden we deze mod dus, de Magical Crops, als gewoon van... Oh, ik heb nog te weinig van dit. Ik kijk even of ik nog wat essence heb toevallig. Zodat ik in ieder geval nooit sowieso niks meer heb van alles, zeg maar. Dat is mijn bedoeling. En dan heb ik voor plan van dit spel uiteindelijk in plaats van een helemaal geautomatiseerde complex te maken. Ben ik hier voor plan dan misschien net buiten mijn factory. Dus net over wat hier nu zit. Of als we even op de map kijken. Ik denk dan... Want de bedoeling was dat de factory zeg maar naar hier zo gaat uitbreiden. Dus deze kant op. Dat die dan hier zo komt. Dat dit zeg maar dit gebied of misschien hier zo. Dat dat een gebied wordt waarbij ik dus deze dingen ga neerzetten. En waarbij ik dus een enorm complex maak van... Alle seeds wil ik dan uiteindelijk, ik denk dat ik gewoon elke seed ga doen, die ik daar dan in ga zetten. Zodat ik er altijd nog terug naartoe kan als ik toevallig wat nodig heb, wat ik dus niet heb, door omdat ik nog geen farm heb daarvoor. Of omdat ik mijn quarry het niet levert, dat soort dingen. Want ik denk, ja, de quarry werkt gewoon het beste, denk ik. Dat is een goed alternatief voor dit. Dus redelijk jammer als jullie daarop hadden verheugd. Ik had het er ook verheugd, maar met even goed nadenken, heb ik ook andere manieren gevonden. Dus het is geen ramp, het is niet zo van, oké, we kunnen dit niet meer farmen, einde serie. Nope, gelukkig niet. We kunnen gewoon met andere zaken kunnen we dus dit doen. Het enige irritante is dus nu de mob essence. Dus met de creepers en de kous en zo. Dat betekent dat we dat moeten gaan farmen. Maar daar heb ik ook wat leuks voor gevonden. Want we kunnen uiteindelijk goede farms maken met spawners en zo. Dus dat komt allemaal goed. Maar goed jongens, wat ik dus nu al ga doen. En dat komt omdat ik dus met deze mooie hoe. Dit is echt een geweldige hoe. Heb ik dus een aantal keren dit hele tijd gedaan. Helemaal geharvest. En... Jongens, krijg je hier nog een keer een lading van de munitio. Echt, hier. Ik heb 2 rijen gedaan, hè. Ik heb er bijna 2 stacks. Het gaat zo snel. Dat is echt ongelooflijk. En ik heb het dus wat in mijn emissies gezet. Oh ja, trouwens, voordat ik het vergeet. Ik heb dit nog wat verhoogd. De dingen, de furnace, dat was steeds iets hoger. Dus, yep, nu is die nog wat hoger. En ik heb er weer een hele lading gold en iron in gedouwd. Dus dat zit daarin. En daar heb ik ook heel wat, hoe heet het? Daar heb ik ook een hele lading al in mijn emissies gegooid. Maar ja, trouwens iets waar ik ook nog niet over ben gaan is dit. Het staat aan. De oliegebeuren staat helemaal aan. Want, dit is trouwens iets waar ik niet wist. Ik bedoel, je weet dat dit ding bijna vol zat. Of helemaal vol, ik weet niet meer hoe ver we waren. En deze is nu ook al redelijk stuk vol. En ik heb dit ding aan moeten zetten. Want, als ik het uitzet jongens. Dus ik denk dat ik dat beter hier kan doen. Zodat het meteen stopt. Dat het meteen geen energie meer krijgt. Dan zie je dat het redelijk snel naar beneden gaat. En daar komt... Vanwege mijn ME-system blijkbaar. Ik weet niet waarom. Misschien komt het omdat er dus 10 slots in dit ding zitten. Dat het dan zo snel gaat. Dat zou heel goed kunnen. Maar in ieder geval, het slurpt echt snel energie op. Dus ik heb dat ding aan moeten zetten om het te houden. Want we hadden op een gegeven moment hadden we geen energie meer. De einde van de vorige sessie. Dus had ik een beetje offscreen gedaan. En dan hadden we dus geen dingen meer. Maar oké, jongens. Anyway, laten we maar eens gaan kijken in de terminal. Wat we dus allemaal hebben. Dus oké, ik heb nu alles netjes geordend in... netjes als geordend. Dit hebben jullie al gezien dat het netjes op volgorde was. Maar anyway. Ik heb hier, zoals je kan zien, 2500 Munitio Essence. En dat is redelijk wat, ja. En met al dit spul wil ik dus van het allerhoogste spul maken. Ik weet de naam even niet meer. Maar dat gaat wel even duren om dat te doen. Maar aangezien ik met mijn orf moet gaan werken. En die zit trouwens hier. Ik ben even vergeten hoe dat heet. Oh ja, we hebben trouwens ook times en zo nodig. Dus we kijken eerst even naar de essence. Dus ik zet even een klein beetje weg, zodat ik wel kan pakken. Hier bijvoorbeeld, we hebben nu heel veel diamond essences. Daar we even wat diamonds van gaan maken. Ik denk dat ik het nu wel even snel ga doen. Tenminste, we hebben er een paar nodig
voor het maken van een paar van deze dingen. Want ik weet zeker dat we nog een paar van die nodig gaan hebben. Ik denk dat ik wel de ultieme spul... Oh, wacht. Wacht, jongens. Essence? Ja, ik was... Wat doe ik moeilijk? Ik moet dit ding wegzetten. Ik heb dit helemaal niet nodig. We moeten gewoon de extreme pakken. Dus dat is dit zijn op één na laatste orb. En dan doen we met diamond essence eromheen. En there we go. Dan maken we de mass infusion. Daar was ik de laatste ook mis mee. Ik dacht dat we hier dus van dat essence spul voor nodig moesten hebben. Van dat, hoe heet het? Wow, al die bijen. Van, waar sta je? Ik vergeet altijd waar dat ding staat. Hier ze. Servizio. Ik dacht dat ze even Servizio nodig had om dit te maken. Maar dat heb je hem niet nodig. We kunnen gewoon de masterstone zo maken. En nu kunnen al deze dingen weg. Hoef ik nooit meer wat mee te doen. Het gaat alleen om de master infusion stone. Want dit ding heeft geen durability. Dus infinite durability. En ik kan alles ermee doen. Dus dat is super nice. Oh, wacht, ik ga trouwens nu dit doen. Oh, wacht, heb ik eerst een crafting dingen nodig, hè? Ja, en daarvoor had ik van crystal. Dus dat gaat nog niet. Ik kan dus zeggen, misschien dat ik het wel makkelijk kan doen. Dus ja, wat ik dus nu ga doen, is enorm veel omzetten. En dat gaat dus wat tijd insteken, dit. Dus de hele tijd dit blijven doen. Tot ik denk dat ik gewoon alles ga doen wat ik heb. Dat ik alles ga vervangen tot dit. Zoals je kan zien, hier kan het gewoon door blijven doen. Super nice, echt. Master Infusion Stone is super, super nice. Dus dat ben ik dan nu doen. Tot ik alles heb gedaan. En ik denk dat ik alles upgrade tot dat gele spul. En dan ben ik weer terug. Dus, zo ben ik zo weer terug. Oké, jongens, nou ik ben weer terug. Alles zit hierin. Ik heb echt niks meer over. Dus ik heb nog 3 Minicio, 3 Axio, noem ik het nog steeds. En een hele lading van dit, van de Crucial. Dus laten we dit maar even combinen. Tot 32 van jou. En dan kan dit er nog bij. En dat zijn er dan nog een keer 11. Dus hebben we weer 2 over. En dan gaan we hiervan dus het laatste spul maken. En dan kunnen we dus 10 stuks van maken. 10 Servizio. Okidoki. Nou, wat gaan we dus nu doen met dit spul? Met dit Servizio? Nou, jongens, met dit spul ben ik van plan om Servizio Armor te maken. Servizio Armor. En ja, jongens, dit spul is goed. Dit is heel goed. Ik heb even goed naar gekeken. Kan ik dit dan maken? Ja, dus. En wat kan ik er dus dan precies mee doen? Nou, dit spul, laat ik even op chef klikken. Als je een volledig, dit is als je een volledig set hebt trouwens. Dan heb je 96% damage reduction. 96. Negate fall damage. Super nice als ik behoorlijk ergens afval. En flight. Ja jongens, flight. Dat is dus de reden waarom ik dit wil doen. Dat we eindelijk weer kunnen vliegen. En om dit spul te maken is gewoon op de normale manier zoals je normaal armor maakt. Alleen dan heb je dus Servizio ingots nodig. En je maakt je op deze manier. 1 Servizio essence, 4 iron ingots en gold nuggets. En dat is best makkelijk te maken. Het is eigenlijk belachelijk makkelijk om te maken. Dus pak gewoon even jou. Wat, dit hebben we niet eens nodig. We hebben maar 3 of zo nodig. Dan maken we hier de nugnugs van. En dan gaan we dit hierin zetten. En we hebben er dus niet zo gek veel nodig. We hebben er, hoeveel waren het er dan nodig hadden? 24 van voor een volledig set. Dus laten we even kijken. We hebben nog niet genoeg. We moeten nog een klein beetje meer hebben. Dus we hebben nog wat Servizio over dan zelfs. En ik weet niet wat we daar dus mee kunnen doen. Wacht, kunnen we hier nog meer mee doen dan behalve... Nou, kijk straks al. Ik heb nog wat meer gold nodig. Nog even 3 erbij dan. Voor het geval dat we echt nog veel nodig gaan hebben. Zo. Ik maak denk ik trouwens alles wel van. Kan ik dit terug? Oh, ik ging nu even checken. Dus ik kan armor ermee maken. En that's it. Nee, het is alleen armor. Dus het zou een waste zijn als ik meer zou maken. Dus oké. Ja, dus we pakken er nog... Even kijken. We moeten er nog 2 bij doen. En that's it. Zo. En there we go. Boom, boom. We hebben 24 Servizio ingots. En daarmee kunnen we dus... kunnen we dus het armor maken. Dus laten we dat maar doen. Want ja, als je nu kijkt naar wat bijvoorbeeld mijn armor is. Ik, 7 durability nog van jou. En mijn broek is al kapot. En ja, het is hoog nodig dat ik bijvoorbeeld beter armor ga. En wat is nou beter armor dan dit armor? Wat super goed is. Dus zo. En het laatste. There we go. Dus we gaan dit uitdoen. We zetten alles aan. En there we go. Dit is dus mijn armor. Ik ben mooi paars, jongens. Dat is heel cool. Maar als we nu kunnen buiten gaan. En ik doe double jump. Dan kunnen we vliegen. Dus super nice. En ik heb geen fall damage. Dus ik kan gewoon pleuren. En als ik bijvoorbeeld eventjes naar dingen ga. Naar skeleton of wie denk het hier. Zo, skeleton. Hey, schietmes. Come on. There we go. Ik krijg amper damage. Ik krijg denk alleen maar damage van bosses of zo. Van super sterke mobs. Dus ja. Dat is mooi, jongens. Dat is nogal mooi. En dit is dus de reden waarom ik dit als eerst wil doen. En sommigen van jullie denken misschien al van Kingo. Dit is nog maar episode 16 of zo. Ik weet niet precies hoe ver we zijn. Maar je hebt nu al flying gear. Ja, maar dat komt omdat ik dus wat sneller door de dingen wil gaan. En we zijn gewoon op het niveau nu. Omdat ik dus zoveel tijd heb besteed met die Magical Crops. Zijn we dus al bij bijna endgame. Ja, dit is endgame van Magical Crops. Maar goed, dat maakt op zich niet uit. Want als jullie echt op tegen zijn, dan... sorry, ik ga het toch gebruiken.
dit armor, omdat het armor gewoon super goed is ervoor. En het helpt ook met het bouwen, als ik hieraan wil, wat ik dus hiermee wil gaan doen. Dus dat is ook iets wat ik van plan ben te gaan doen. Het enige wat jammer is dat ik nu niet zo heel snel ben, want ik weet dat er misschien nog betere armors zijn in de toekomst. Ik denk niet dat dit het laatste armor is wat ik ga dragen, no no. Er zullen sowieso wel wat betere armors zijn, dat dus zeg maar hetzelfde geeft als dit. Dus flight, negate fall damage, maar dat ook zorgt voor dat bijvoorbeeld flight alleen de chestplate zorgt voor flight. En dan zorgt dit bijvoorbeeld dat ik super snel ben om te zwemmen. En dan zorgt dit dat ik... Dat ik super snel loop. En dan zorgt dit ervoor dat ik nooit meer honger heb ofzo. Dat soort dingen. Dat kan je dus allemaal doen. Over trouwens nooit meer honger gesproken te hebben. Daar heb je ook een of andere axe voor. Volgens mij een speciale axe als ik het goed heb. Wacht. Oh, bone axe. Ik dacht eventjes. Oh, is dat nou... Huh? Dat zit er toch niet in. Waar ben je? Het is zo een. Het is een unstable axe. Ik zie alleen niet meer waar die nu staat. Het is in ieder geval een axe waardoor je nooit meer honger krijgt. En ik denk dat die hierin zit. Ik heb alleen geen idee hoe dat ding heet. Ik ben even aan het kijken of ik hem snel zie. Ik zie hem niet zo 1, 2, 3 eigenlijk. Maar goed, tenminste, hij hoort er wel in te zitten. Want het is van Unstable Ingus. Dus wacht, ik wil even checken. Dus Unstable, want met dit soort spul kan je dus, even kijken, Unstable X, X, X. Staat er hier niet eens in, maar dat is dit spul. Dus U. En dan kan je kijken waar je ermee kan doen. Dus even kijken, X. Ik zag een pickaxe al staan. Nou, dat is al iets. Ah, there we go. There we go, de Healing Axe. Dit ding dus. En de Healing Axe, het is een beetje een misleidende titel, want het healt je niet. Het zorgt ervoor dat je nooit honger hebt. Dus dat ding moet je in je hand houden en dan zorgt dat je honger erbij komt. Het is heel raar, maar dat is eigenlijk perfect, zodat we nooit meer voedsel hoeven te zorgen. Dus dat is sowieso iets wat ik wel van plan ben om te gaan maken uiteindelijk. Als ik eenmaal bij die, hoe heet het, bij de Unstable Ingus kom. En dat is pas post Moonlord, zou ik zeggen. Dit is geen Terraria. Post, hoe heet het, Wither. Post Wither. Maar goed, in ieder geval, nu hebben we dus dit. Super nice, laten we dit maar weer wegzetten. Allemaal, dus zo. En oké, nou jongens, laat ik dan nu maar eens gaan kijken naar, ik denk dat we alles wel hebben gedaan. Ja, ik denk dat ik nu ga kijken naar het maken van het aanbouw aan onze factory. Dus ja, ik heb hier een heel lading factory blocks zitten. En, dus laten we even kijken, fact, there we go. Dus ja, ik heb een hele lading al gemaakt, dus hoeven we nu niet meer met jullie te doen. Dus ik pak er een hele lading uit. Dan pak ik de chisel. Dus, de chisel is volgens mij een, yep, there we go. Oké, okay, en dan kunnen we dus de spullen hiervan maken. En ik moet even goed kijken hoe of wat ik het wil doen. Want ik wil dus even goed kijken wat dus mijn plan is om nu dit ding uit te breiden. Dus oké, jongens. Laten we eerst maar van afstand gaan bekijken. Want ik heb er nog bijna niks over nagedacht van hoe wil ik dit ding uitbreiden. Ik had enigszins ideeën een tijd geleden al. Maar nu moeten we even goed kijken hoe we dit gaan doen. Dus dat gaan we samen met jullie bij. Wordt wel gezellig. Okidoki. Nou jongens. Uiteindelijk wil ik trouwens dit ook nog veranderen. Dit is echt niet hoe ik het uiteindelijk wil hebben. Als de factory groter wordt, dan verander ik ook heel dit gebeuren. Maar voor nu kan dit nog blijven. En wil ik aan deze kant ergens... Ik moet even kijken waar kan ik het doen. Ik denk aan deze zo. Deze kant. Dus hier. Dan moet ik even landen trouwens. Dat gaat wel sneller. Dat ik hier een nieuwe doorgang ga maken. Aan deze kant. Dus zo. En daar. En dat dit een soort van brug wordt. Een soort van brug. Dat denk ik dat het... Dat ik wil gaan doen. Dus dan kom je zeg maar hier naar binnen, hier naar boven. En dan kan je dus hier zo doorlopen. En dan loop je dus helemaal naar hier. En dan kom je hier zo bij een gebied uit. Waarbij ik waarschijnlijk veel technische mods ga doen. Ik denk dat dit mijn main plek wordt. Ik denk dat ik ook mijn ME-system ga verplaatsen naar daar. Want dat kan ik heel makkelijk doen nu. En dan wordt dit zeg maar de inloophal. En daarom dat ik zeg dat ik dit langzaam nu ga willen legen eigenlijk. Want dit wil ik uiteindelijk dus gaan renoveren tot iets anders. Een andere layout en een andere... Eigenlijk praktisch een compleet nieuw gebouw, maar... Dat zullen jullie dan wel zien. Maar goed, in ieder geval laat ik dat dit dan maar eens gaan doen. Dus ik weet nog niet met welke blok ik precies ga bouwen. Dus ik maak nu alleen maar deze dingen. Het zijn de warm metal blocks. En dan kijk ik wel verder. Dus waar ben je? Warm metal, there we go. Het gaat even duren om al die dingen te maken. Maar goed. En dan uiteindelijk dan pas ik het dus aan naar de juiste blokken. Wat ik echt wil hebben. Zo. Zo. Ik doe echt gewoon even alles. Zo, easy. Oké. En dan pakken we dit erbij. En laten we maar eens gaan bouwen dan. Dus eerst deze dingen weg. Want dit wordt dus een stuk waar ik op ga lopen. En deze ook. Het is goed dat ik dit trouwens nog steeds niet heb gefixt. Want ja. En ik kan het nu trouwens gewoon even snel fixen. Want ik kan gewoon nu even dit doen. Dus ja. Oké, okay, sure. Oké, laten we maar gaan bouwen. Dus dit is zeg maar wat ik dus dan in gedachten had. En dat is een loop. Een soort van loopbrug. En eigenlijk zou ik dan denken om nog iets hoger te doen dit. Want dit zit nogal laag hè. Als ik het zo doe. Dan stoot ik mijn hoofd snel. Ja, ik denk dat ik het iets hoger wil. Dat ik een iets hoger looppad wil hebben. Dus dan moet ik hier verdieping op doen. Dus hoe wil ik dat dan hebben? Dan moet dit glas weg, denk ik. Of ik moet het helemaal hier doen. Dus even kijken, wat is het makkelijkste voor mij? Dus ik kom hier aanzetten, we lopen zo.
En dan dat ik even zo naar boven ga. Ik denk dat ik dat wil gaan doen, ja. Dus oké, we hebben dus Carpenter Stairs nodig daarvoor. Maar voor nu zal ik het gewoon even vervangen door deze dingen. Zo. Dit is al wat ik dan wil. En ik denk dat ik gewoon dit allemaal open ga maken tot hier. Ja, ik denk dat het wel iets beter is. En dan moet alleen deze dingen een beetje worden verplaatst. Maar goed. Zo, we komen dus hier dan naar boven. En dan, oké, moeten we dus hier door. Oké. Dus ja, we moeten even wat aanpassingen gaan maken. Maar goed, dat was ik dus al van plan. Dus hier zo wat we hier hebben. Dit moest ik dus aanpassen. Want er komt dus hier een looppad naar boven. En ik kan het trouwens gewoon een stuk dichterbij doen, ja. Als ik dit toch helemaal weg ga doen, kan ik het een stuk dichterbij doen. Dus ik zat aan het denken om... Ik wil het nog een klein beetje... hoe heet het? Een klein beetje steampunkerig houden. Dus ik wil denk ik dit toch wel laten staan, deze paal al. En dan wordt dit wordt dus al blokken, dat, dit en dit. En dan ga ik dit gewoon helemaal opvullen. Dan wordt dit massief. Dus jou is het niks meer aan. Dus doen we dit. Kijk eens aan. Dan doen we dit zo. En dan zijn dit dus al stairs. Dit moet al stairs worden. Dus dit moet ik nog aanpassen. Zo. Kom hier naar boven. En dan komen we dus hier al uit. En dan wil ik dus dit als looppad hebben. Dus 4 breed. Dat is mijn bedoeling. 4. Zo. En dan wil ik hier zo fences hebben. Dus zo fences. Aan allebei de kanten waar ik dus over kan lopen. En dan lopen we daar zo een ander gebouw in. Ja, dat is een stuk beter. Want dan kan deze pijp bijvoorbeeld ook blijven. Dat is super nice. Dus laat ik maar een klein beetje af uitbreiden naar hier. En... Okidoki, dus dat is een looppad waar we dus op gaan zijn. En ik denk dat ik misschien... dat ik hier zo, precies hier in het midden... Dat ik dan dit ga doen. Een soort van... ja, gewoon dus om het wat meer... om het gewoon wat mooier te laten lijken. Om dit dan te doen. Zo, en dan uiteindelijk wordt dat dus zo'n half blok met Carpenter. Dat ik dan dit eens gaan doen zo. Ja, dat gaat wel... Dat gaat toch wat worden, denk ik. Oké, ik had trouwens eerst kijken voor fans die ik daar dus de hele tijd wil doen. Dus ik wil wat van die metal fans. Even kijken. Metal fans. Nee, dat heb je niet. Hoe heet die dingen? Iron fences. Even kijken. Hoe heet die dingen? Iron fences. Ja, gewoon iron fences. Hoe maak je dat? Dat gaat niet echt makkelijk. Aluminium fences. Oeh. Met rods. Oké, wacht. We kunnen dus best wel makkelijk van dit soort rods maken. Dus. Oké, wat gebeurt als ik dan mijn iron doe? Dus iron. We pakken gewoon even iron. Oh, dan wil ik even wat testen. We zetten de twee op elkaar. En we maken rods. Dus pakken er nog wat meer. Zo. En nog even als ik aan dit doe. Nee, dit maakt geen... Waarom maakt dat geen dingen? Wat kan ik daar dan mee doen? Kan ik jou of mee maken? Oké, nope. Iron rods, dat wordt niks. Kan ik het terug veranderen? Nee. Oké, we hebben dus iron rods gemaakt wat dus nutloos is. Maar van tin konden we het blijkbaar wel doen. Dus tin. Een heel klein beetje tin. Ik weet niet. Dat gaat nogal... Ik weet niet. We kunnen er denk ik niet veel van maken. Van die fences. Dus ik wil even kijken, wat is nou een mooie fans? Even kijken naar mooie fans om dit te doen. Ik wil dus uiteindelijk dus wel met metals. Kijk, met steel is nog beter zelfs, maar ik heb helemaal geen steel al. En steel is op zich redelijk moeilijk om aan te komen volgens mij. Dus ja, dan moet het maar voor nu met aluminium. Dus, oh, aluminium was het trouwens. Dus aluminium. We hebben een heel klein beetje aluminium maar, want het meeste heb ik opgemaakt. God dang it. En voor mij hebben we dat ook amper hier nog in zitten. Ja, weet je wat? Oké, het gaat er niet uitzien, maar ik doe voor nu doe ik gewoon wood. Gewoon houten fans. Dus uiteindelijk, dat gaat dus nog worden aangepast. Maar voor nu wordt het gewoon hout. Ik denk gewoon dat het moet. Dus even kijken, laat ik van jou. Zo. En nee, ik doe het altijd fout nog. Altijd fout. Oh, god dang it. Is het nou nog oude recipe? God dang it. Ja, oude recipe. God dang it. Ik vergeet het. Datzelfde vergeet ik nog. Dat het nog steeds een oude recipe is. Dus zo. En dit is genoeg voor nu. Oké, halve stack fences. Dus ja, ik denk niet dat ik deze... Kan ik deze chiselen? Even checken. Nope. Geen chisel mogelijk. Oké. Dit moet trouwens weer worden opgevuld. Dus dit moet weer worden gefixt. Dus oepsie. Sorry voor het kapot maken van dit gebeuren. There we go. Oké, dus hier wil ik eens fences hebben. Dus there we go. Yep, het connect allemaal mooi. Tot daar. En dan ben ik van plan hier zoiets te doen. Zo, en dan zo. En dus ja, dan kunnen we dus hier mooi overlopen. En dan heb je dus een mooi uitzicht over een aantal dingen. Dus ja, ik zat ook te denken om daar een volledige buis van te maken. Maar dat is ook niet echt nodig. Wat ik denk ik wel ga doen is dit een stuk aanpassen. Dus zeg maar dat ik zo'n effect heb. En dan dit ook weer zo. Kijk, op deze manier. Zo, dat is wel nice. En dan wil ik dit hier zo doen. Even kijken. Zo, omdat ik zeg maar hier doorga. Ik wil gewoon even zo'n pilaar hier hebben. Een simpele pilaar. Kijk, dit zeg maar. Dan moeten we dan dus met van die façades werken. En dat hebben we nu nog niet.
Dus misschien... Hoe gaat dit eruit zien voor nu? Ik denk dat dit al werkt. En dan die hoeken worden ook van die schuine stukken. Dus het is nog heel erg rough, jongens. Het wordt nog beter. Maar ik denk dat dit wel cool uitziet. En ik zit er denk ik ook om weer dit te doen. Dat dit ook wel iets dikker is. Gewoon op deze manier. Dit ziet er wel sick uit. Dat kan wel werken. Dat kan wel werken, jongens. Dit kan er wel cool uitzien. Dus oké, dus we hebben nu dit. Ja, dan kunnen we hier al naar beneden. En dan kunnen we hier al van alles gaan doen eigenlijk. Dan kan dit al de wall zijn van het nieuwe gebouw. En dit wordt een flink gebouwtje. Dit wordt een flink ding. Dus maar goed. Zo. Dus laat ik eerst maar eens kijken hoe groot ik dit dan precies wil hebben. En ik denk dat ik dat even ga skippen, omdat het anders iets te langdradig wordt. Dus ga ik even de layout van het gebouwtje hier uitstippen.